Marsman, een vitalistisch dichter. Groots en meeslepend wil ik leven. Hoort ge dat? Vader, moeder, wereld, knekelhuis. Marsman behoorde tot de dichters rond de groep Forum. Hij werd daar zeer gewaardeerd om zijn levenskrachtige gedichten. In de oorlog was hij in Frankrijk en hij wilde met de boot van Bordeaux naar Engeland ontkomen. De boot echter verging. Niet, zoals veel gedacht wordt, door een Duitse torpedojager, maar door een ongeluk in het kombuis. Zijn vrouw reisde onder andere met hem mee en zij overleefde de ramp. Marsman stierf net in hetzelfde jaar als waarin Ter Braak en Duperron stierven. Drie grootheden van de Nederlandse literatuur kwamen in dat jaar om het leven. De morgenwind ontrolt zijn schuimende banieren door het vervalend nagrauw van den nacht. De ochtendbrand in hemelsblauwe vuren. Het sterrengruis bekoelt tot sintelende as. De kreet der hanen scheurt het donker van de muren. Het eerste verse bloed springt uit den flank der dag. En die in donker lag, hoort in zijn laatste dromen de vlucht der hinden nog, de herten van de nacht. Schaduwen eeuwenoud en het verbond der bomen smelten als zwarte sneeuw voor het schroeien van de zon. Abraham voert het vee van de verdorde stromen naar het grazige gebied rond Mamre's eikenboom. Het lichaam van de vrouw die het donker met hem deelde. De nacht was als een moerbei aan hun mond. Komt boven uit den dood der ondergrondse kreken en rekt zich als een dier in teder morgenrood.